Er zijn meer dan 215 miljoen kindarbeiders op de wereld. Ze werken in fabrieken, in mijnen, in de huishouding of, zoals hier in Oeganda, op het land. Ze leven in armoede met weinig hoop op een beter leven. De campagne Stop Kinderarbeid, School de Beste Werkplaats vindt dat alle kinderen in de wereld recht hebben op formeel, regulier dagonderwijs. Al het werk dat dit in de weg staat mag niet door kinderen worden gedaan. Om ervoor te zorgen dat kinderen niet meer werken, maar naar school gaan, werkt de campagne Stop Kinderarbeid wereldwijd aan Child Labor Free Zones. Een Child Labor Free Zone is een plek waar geen kinderarbeid bestaat en waar alle kinderen naar school gaan. Lokale organisaties, vakbonden, overheden, werkgevers, leerkrachten, ouders en kinderen werken samen om kinderarbeid uit te bannen en alle kinderen naar school te brengen. In de Child Labor Free Zone is iedereen ervan overtuigd dat kinderen op school horen en niet op de werkplaats. In de dorpen waar kinderarbeid is uitgebannen, stijgt de welvaart. Kinderen die naar school zijn gegaan hebben meer kansen en mogelijkheden. Maar ook volwassenen hebben het beter. Zij kunnen meer werk krijgen omdat ze niet meer hoeven te concurreren met lage kinderlonen. De aanpak van de campagne Stop Kinderarbeid staat garant voor blijvend resultaat. Als het aan ons ligt, is straks de hele wereld een Child Labor Free Zone.